Goedemiddag, dames en heren. Dit is Mark Tiem. En bij ons aan de tafel heb ik vandaag eens twee gasten. En aan de rechterkant van me zit Jaap van Duin. En aan de linkerkant zit, Bram van Vliet. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, Bas. Hoe is het hier allemaal? Uit de kunst. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn. Ja. Ja, ik ja, dat ook... je moeten beginnen zonder ons, jongen. Ja, ja, je kan nooit weten. Maar Jaap, ik ga met jou beginnen. Je opleiding en je ambachtsschool en je machinistenschool, hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Ik heb op de lagere school in Katwijk gezeten. Ja. En toen was hier nog geen LTS, dus dan moest je van Armoe naar Leiden. Ja. Dus ik heb in Leiden 2 jaar LTS gedaan. Toen heb ik daarna het klein poosje, omdat het een aprilschool was, gewerkt op de fabriek. En toen ben ik in september naar de machinistenschool gegaan in Scheveningen. Dat was voor ons makkelijk. Want dan kon je op het fietsje door de duin heen en dan kon je dan thuis blijven wonen. Ja. En dat was het goedkoopste eigenlijk. Ja. Want ja, toen was er nog geen kinderbijslag in mijn tijd. Dus ja, het moest allemaal een beetje van sas en bloed, om zo te zeggen. Ja. En dus toen heb ik dus, maar die school duurde gelukkig maar 2 jaar. En dan deed je schoolexamen en dan was het schoolexamen, dat was toelaatbaar voor het staatsexamen. Nou, want dat ging allemaal vlot achter mijn kanten. Dus toen ik dat achter de rug had, dat staat ik zelf, toen kon ik me varen. Ja. Toen ben ik terechtgekomen bij de Halsjelijn. Dat dus, was geen beste rederij. Nee, was dat, waren dat die schepen, de Hilversummen, de Intersummen, nee, dat soort dingen? De stad Maastricht, stad Rotterdam, stad Leiden. Oh, die schepen. Al die stadschepen, dat was de Halsjelijn. Ja. Maar ja, daar ben ik niet lang geweest, want ja, er voeren nog meer Katwijkers en Van Duin, dat hadden kennelijk... Die is een erge brave reputatie. Ik was er eens een wakker dag geworden, dus ik denk, nou, wegwezen. Ja. En toen ben ik bij de Maatschappij Rijdland terechtgekomen. En daar heb ik gevaren tot... heb ik dik 8 jaar gevaren. Of 9, ja. En toen was ik vrij van militaire dienst. Ik denk, nou kan ik mooi wat anders gaan zoeken. Ja. Bovendien raakten we de vaart op Indië kwijt. En toen werd het werd overal een beetje... de leuke dingen van afgehaald. Ja. En aangezien ik natuurlijk alleen maar voor mij hoefde te zorgen, want ik was vrijgezel, dan dacht ik bij mij, nou wat anders hoor. Ja. En toen ben ik eens in de thuisgewijze verkeersdag een diploma erbij gehaald. Welke diploma had je al? B. B. En toen ben ik dus bij de ballast terechtgekomen eigenlijk. En toen ben ik uitgezonden naar Calcutta. Ja. En dat was tenminste uitgezonden naar Calcutta. Wij werkten daar zo'n 70 kilometer van de stad Calcutta af. Ja. Midden tussen de rijstvelden. En toen ben ik terechtgekomen op mijn zandzuiger, de Lake Fitchin. Ja. En dat dingetje dat is gekapseist. Nou dingetje, wat een flink beest. Dat is al jaren. Het is gekapseist en daar is heel wat van de bemanningsten toen omgekomen. En het is jaren aan het sluimeren. We hebben verder nooit zoveel, er is alle grande dingen is er gebeurd, maar... De waarheid is boven tafel gekomen, als je dat hebt. Dat was wel een waarheid, maar of hij helemaal boven tafel gekomen is, dat weet ik niet. Want ze hebben mij weggestuurd in Curaçao in ieder geval. Ja. Dan konden ze wat makkelijker met de waarheid manipuleren in ieder geval. Dan ga ik even naar Bram toe. Want die, Bram, LTS, MTS. Ja. Ja, dat is meestal mensen in de techniek een klassiek rijtje. Ja. Ik ben begonnen in Sliedrecht op de LTS. In ieder geval elektronica, elektrotechniek. En later eigenlijk naar Dordrecht toe gegaan, naar de MTS. Ook daar eigenlijk elektronica en elektrotechniek gestudeerd. Ja, dan komt het befaamde moment. Dan moet je een keer in dienst. En ik kon het eigenlijk niet uitstellen. Dus ja, ik had een beetje een grote mond. Dus ik kon gelijk eigenlijk terecht bij haar majesteit. En uiteindelijk ben ik een hele lange tijd gebleven, ongeveer 5 of 6 jaar. Ja. Dus dat was een boeiende periode. Ja. En toen ging je zoeken, hè? Ja, althans, dat was... Eigenlijk in onze familie eigenlijk een bekende tak, zoiets zo van, ja, de familiegeschiedenis helemaal bekend. En er was een bepaald deel van de familiegeschiedenis niet bekend. En ja, normaal als je jong bent, ja, dan stoor je eigenlijk niet zo aan. Dan stoor je er helemaal niet aan. Nee. En je komt op een bepaalde leeftijd. We hebben een kleine zoon van 4 jaar. En ik dacht van, nou, het is toch wel eens leuk om dat eens een keer uit te gaan zoeken. En ik ben mijn zoektocht eigenlijk begonnen. En hoe kan het eigenlijk opmerkelijk? Ik ben in ieder geval een fantastische Rijnsburgse vrouw getrouwd. En... ja, wat blijkt als je in de geschiedenis gaat duiken, ja, dan kom je ergens bepaalde palen tegen. En zo ben ik eigenlijk meneer Van Duin tegen het lijf gelopen. Ja. Eigenlijk op, de geschiedenis op zoek naar de familie. Ja. Dat was wel een heel boeiend en wel een heel bijzonder moment, kan ik je wel vertellen. Ja. Ja. Toen kwam het.
het ongeluk. Ja, kijk, dat verhaal van hem, daar sluit dit bij aan. Bram zijn opa, dat heet hij net trouwens. Ja. Bram zijn opa zat bij mij op de zandzuiger en dat was de Lake Fitchin. En de Lake Fitchin, dat was een stoomzuiger. Die werd dus met een hele mooie stoomturbine aangedreven. Had ook 8000 pk op de pomp en 2000 pk op de kutter. En de kutter is dus de kop van de die aan die zuiger zit, die woelt de grond los. Ja. En halverwege, en dat, die staat in een cirkel. En halverwege die cirkel, daar zit een zuigmond. En die zuigmond die zuigt al die losgewoelde grond samen met een beetje water daarbinnen. En dan kan die 2,5 kilometer ver weg, kan hij dat op land spuiten. Ja. Hij kan het ook korten natuurlijk, maar dan heb je wat minder nodig. Maar hij had de vermogen om dat te doen. Ja. Nou, zo'n leiding waar hij het in pest, die is 85 centimeter middellijn. Hoor. Die is net zo hoog als de tafel. Ja. Nog even hoger, want die 87 is die meestal de tafel. Dus die is zeker vanaf de grond. Zo'n middellijn. Ja. Dus daar komt heel wat. Die hebben ook geen moeite. Die spoot ook 24.000 kubieke meter grond in een etmaal. Zo. Dus elk uur een 1000 kubieke meter. En dat is een aardig duintje hoor. Ja, dat is zeker een aardig duintje. Als je een bezig is. Ja, dat denk ik het ook wel. Ja, en toen hebben we. Nou, dat deden we de hele tijd. En op een gegeven moment moesten we repareren. Want dat was. Ja, dat is enorm aan slijtage onder even alles. Ja. En toen gingen we repareren. En toen lagen we stil. En we zeiden, nou weet je wat, we hebben wat aan de zijkant, dan pakken we ook even gelijk mee. Ja. Nou, dan ga je doen. Dat ding dat moet een beetje, ja, dat moet een klein beetje scheef komen. En nou, hij was een beetje scheef. En nou, we hebben die rivier, je hebt daar inkomentij. En dan krijg je doodtij. En dan krijg je weer uitkomentij. Ja. En dat de ene keer, dan is het rustig. En de andere keer, als het vooral is in de regentijd. Ja. Dan komt die rivier met veel water en dan krijg je een boor voor ongeveer, dat noemen ze een boor, maar dan krijg je ongeveer een muur van een meter water. Oh, ik wil dat vragen, wat is een boor? Een boor is een vloedgolf of zo. Ja, dus dan krijg je de omslag eigenlijk van inkomentij naar uitgaantij. Ja. En dan komt er ineens een hele muur van een meter water ongeveer aan zetten. Nou, als je dan net een beetje verkeerd legt, en daar zitten dan ook nog andere steunpuntjes bij. Dan gaat hij op. Ja. Nou, dat is in tijd van 20 seconden was dat gebeurd. Ja, want die draad slipte door, ook niet? Had ik je nou ja, die houdt niks meer. Nee, ja, nee. Ik bedoel, want die draden waar je mee vast zit, daar zitten lieren dan vast, die gaan slippen. Ja. Bij te veel belasting gaat hij, nou, die houdt hem niet meer, want hij draait er ook onderweg natuurlijk. Ja. Want de grond die eronder zit, die zuigt die tijd. Een tijd van een snappende zucht weg. We hadden wel eens dat er een sleepbootje bijvoorbeeld gezonken was. Ja. We hadden twee drijvende bokken van ons eigen. Ja. Een van 60 en een van 100 ton. Dan zeiden we, nou weet je wat, voor eentje, achter eentje en tillen. Nou, eer dat je die bokken erboven had, was hij al zoveel in de rivier weggezakt. Dat je kon alleen nog maar aan de bolders de zaak vastzetten en trekken. Nou, je kreeg de boulders boven en de boot bleef zitten. Ja, daarop, dat dus ik ook wel. Zo zuigt het. Zo zuigt het, dat gaat beneden. Dat ding dat loopt 15 kilometer per uur stroom. Hoor. Ja, dat is geen kattenpies. Dat is geen kattenpies. Ik bedoel, dat is een lekker beetje hoor. Ja. Ik bedoel, het is 8 maal ongeveer. Nou, ja. 15 kilometer. Nou, maar dan gaat hij ook nog eens een keer 9 meter tussen eb en vloed in de hoogte op en neer. Ja, ja. Dus er zit een hele hoop leven in de brouwerij. Ja, dat is zeker. Nou ja, bij dat ongeluk zijn er van de hele. We waren met z'n 19 aan boord. We kwamen er met z'n 7 af. Ja. Nou, dan blijven er 12. Die blijven weg. Ja. Nou ja, en die 12, daar was zijn opa er een van. En dat is jaren is dat allemaal verdekt gebleven in zoverre. Die mensen hebben geprobeerd dat rustig te houden. Die hebben niet te veel erover gesproken, want we moeten verder leven. Ja, gewoon de doofpot open. Nou ja, doofpot. Ze praten er liever niet over. Ja. Als je nou nagaat, er was een man aan boord. Die stond klaar om naar Holland te gaan. In zoverre, die bracht de laatste nacht aan boord. Ja. En dan zou hij 's ochtends zou hij dus naar het vliegveld gaan om naar huis te gaan. Ja. Nou, laat hij nou uitgerekend die nacht kap, zei ze. Dat ja. Die man is in zijn slaap overvallen. Ja. Die kon er niet meer uit. Nee. Nou, wij hadden slechte radioverbindingen in Nederland. Ja. Dus ja. Wat gebeurde er?
die mensen in Nederland die gingen naar Schiphol om de man op te halen. En ik kwam niet. En die man kwam niet uit het vliegtuig. Nee. Nou, die twee kindertjes die die vrouw bij haar had, ja, die ben weer teruggegaan. Wat heeft die vrouw gedaan? Ja, die heb geprobeerd een nieuw leven op te bouwen. Ja. En wat deed die? Die ging er niet over praten, want die had een nieuwe man. En die kreeg met die nieuwe man ook kinderen. Ook kinderen. Ja. En ja, dus die wou daar liever niks van weten. Ja. Er was wel een boekje wat ze, met gegevens, maar dat bleef in het laadje en daar werd niet over gesproken. Ja. Dus er zit dan bij zo'n familie zit daar een hele grote, ja, eigenlijk periode waar liever niet over gesproken kan worden. Ja, dat had je wel eens met sommigen te denken, dat er mag niet over gesproken worden. Ja. Ja. Nou, ze willen er gewoon niks in, hè? Over weten. Over weten eigenlijk. Nee, want ik had hier, daar heb ik een klein schetsje, kijk. Er staat dus een beetje op wat er gebeurd is. Dat die draad doorslipte. Onder andere, nou ja, dat is een beetje... Kijk, dit is de lezing die dus gediend heeft om de zaak te verklaren. Ja. En of de verklaring helemaal volgens de waarheid is, dat weet ik niet. Nee. En ik weet het, het komt bij hem vandaan, want hij heeft er nazoekingen naar gedaan. Ja. Dus op een gegeven moment kwam hij tot de ontdekking dat er eigenlijk nog maar weinig overlevenden waren. Ja. Want ik was natuurlijk maar een jonge man. Ja. Hij had, als je 26 jaar was, het jaar dat je 26 werd, was je vrij van militaire dienst. Ja. Nou, dus ik was een jongetje van 27 jaar. Ja. Toen ik wegging. En je was blij dat je eraf kwam. Ja. En ik ben nu 75, dus het is bijna 50 jaar geleden. Ja. En heb jij er nooit eens wat van opgehouden? Dat je zegt, hoe ben ik eraf gekomen? Hoe is dat allemaal gegaan? Dat je zegt, joh. Hoe kent dat? Ja, is dat een wonder of is dat... Nou, in wonderen, ja, hoe moet je dat omschrijven? Bestaan er wonderen? Ja, sommige mensen beweren het wel, maar nou ja. Een ander noemt het geluk. Geluk. En één ding is zeker, als ik niet had kunnen zwemmen, was ik er nooit aangekomen. Ja. Als ik niet laconiek geweest was, dan was ik er nooit aangekomen. Ja, wat ik wil zeggen. Want iedereen ging, toen we scheef gingen... Kijken hoe scheef of je lag. Ja. Nou, ik dacht, daar heb ik niks te zoeken. Daarom? Hoe scheef of je lag. Ik wacht het wel rustig af. Ik bleef even in de midden van de... En toen ging hij door. Ja. Nou, en als jij je nou voorstelt... dat deze tafel... die nou op de grond staat... die moet de vloer, die moet zijwand worden. Ja. Dus de zijwand... die moet plafond worden. Ja. En de vloer moet zijwand worden. Ja. Nou, dan gaat de hele krikkemik met ons er al... gaat naar het laagste punt... Ja. En alles wat er hangt en wat los staat, dan krijg je bovenop je. Ja. Nou, dan kan je het overleven wel vergeten. Ja. Want er waren erbij, er was het hoofd half in weggeslagen. Ja. Dus. En die ben geloof ik nog uit de mesroom vandaag gehaald, niet? Of ja, ik was de laatste die uit de mesroom kwam. Ja. Maar die anderen, die lagen, laten we zeggen, net buiten. Ja. En daar viel niet zoveel meer uit te halen, want er ben er maar één of twee uitgehaald. Ja. En de rest van de deuren zaten aan de buitenkant. Ja. Dus als je op de zij viel, dan kon je de deur ook niet meer open krijgen. Dan zat je als een rat in de wal. Ja. Dus dat kapseizen, nou, het is een... Het is wat. Het is wat, hoor. Ik bedoel, het is... er blijft nog lucht in zitten. Ja. Je hoort nog het een en ander. Ja. Maar de waterpijpketels, die vielen van de stoelen af. Ja, en dat had je ook al... En de stoom die ging bulder dan heen. Gelukkig kwam de rivier van de voorkant in. En zonder die ketels aan de achterkant. Dus al dat warme water, dat ging van ons af. Ja. Dus nou, dat was nog een geluk. Ja. En het warme water stroomde zo weg. Ja. Toen was alles een beetje koud geworden. Toen stonden we op de zijkant en stak dan maar een klein brokje boven water uit. Ja. Zo hard zakte dat kreng. Ja. Toen zei ik tegen de jongens, als dat zo doorgaat... Dan komen we beneden, want het is aardig donker, het is een tropennacht. Ja. Het is 's nachts om 8:30 of 's avonds 8:30, nou om 6:00 is het donker. En daar in die rimboe is het aardig donker. Ja, daar zie je niks meer. En je ziet helemaal niks meer, alleen in de hele de verte zie je dan nog een lichtje. Dus ik zei tegen mijn maat, ik zei, joh, mooi luister, ik heb hier een eindje touw. Er zit nog een drijvende leiding achter. Ik loods jou... Met het eindje touw naar die drijvende leiding, dan kunnen die andere vijf die bij ons staan ook langs dat lijntje komen. Ja.
Toen zei hij, denk je dat ik het water in ga? Ik zeg, waarom niet dan? Hij zei, dan wordt mijn zware check nat. Dus zo raar reageert een mens, ja, als jij denkt. Nou, hij was eigenwijs. Die anderen, we zijn allemaal op die drijvende leiding aangegaan. En daar, ja, zijn we allemaal gekomen, behalve hij. Hij ging op eigen kracht en toen kwam het water over het... Over de rest heen. Ja. En toen moest hij er ook af. En, ja, toen zag ik hem voorbij drijven. Toen zei hij, gooi even een lijntje. Nou, we gingen op 8 mijl stroom, ging hij zo voorbij. Hij heeft geluk gehad, want we hadden er nog een zuiger leggen. Daar is hij tegenaan gedreven. Oh. En toen hadden ze hem gelukkig in de gaten. En toen konden ze hem aan boord halen. Ja. Dus dit was er achteraf bekeken nog best aanbaar. Dus een pakje jack. Ja, ja. Ja, dat is zo. En mensen reageert. Ja. Ja. Dat is zo. Oké. Okay. En, Nou, we hebben dus de gebruikelijke dingen gehad. In Nederland hebben we het financieel, hebben ze het keurig met me geregeld. En ik bedoel, ik was goed verzekerd, dus ik ben er financieel, heb ik er geen schade van geleden. Ja. En ik ben naderhand nog een keertje voor de ballast naar Curaçao geweest. En daar heb ik een keurige tijd gehad. En dat heb ook maar een halfjaartje geduurd, toen was ik weer terug. En toen heb ik me voorgenomen dat... De ballasten dan wel een hele hoop risicovolle werken. Dan ga je een beetje doorkrijgen als je daar werkt. Ja. Ik denk, ja jongens, maar nat. En we hadden daar op Zuid-Amerikaanse continent. Daar hadden ze een dochteronderneming. Dat heet South American Construction Company, heette dat. En die man die daarover ging, die was helemaal... die wou zijn eigen graag waarmaken. Maar ja, hij blijft op een kantoor zitten en waar moet het erop uit? Dus ik zei tegen hem, ik zei, ja joh, moet je nou luisteren. Dat kan allemaal waar zijn dat je dat wil, maar ik ga niet verder met jou. Ja. En dus toen ben ik teruggegaan en toen kwam ik in Amsterdam. Toen zei ze, we hebben nog een mooi werkje voor je. De pierenbouw van de Muiden, die was toen net aan de gang. Ja. Ik zei, nou, ik heb mijn hele leven gevochten als Katwijker om niet in de koude water van de Muiden te moeten vertoeven. Dus ik ga niet naar die pierenbouw, ik zoek zelf wel wat op. Ja. Toen ben ik naar het winkelbedrijf gegaan, de Bijenkorf. Ja. Daar heb ik ook 8 jaar gewerkt. Ja, dan ging je roltrappen repareren, niet? Roltrappen was je dus, dat was je toe. Nou ja, ik was chef technische dienst, heet dat. Maar in zo'n winkel zitten roltrappen, maar er zit tussen een roltrap en een baggermolen zit niet zoveel verschillen. Nee, daarom. Het enige verschil is dat je schept prut en de ander schept mensen. Ja. En de een leidt zijn onderbocht. En de andere die laat hem hangen. Ja. Want als hij hangt, dan schept hij veel makkelijker. Ja. Die bakken vol natuurlijk. Maar goed, toen jaren later. Ik was inmiddels al 25 jaar voor de klas geweest hier in Katwijk. We gaan eens even naar Bram toe. Want Bram, jij bent toen ook een onderzoek gaan doen in Sliedrecht, geloof ik. Hè? Nou, ik ben zelf afkomstig uit Sliedrecht. Ja. En op een gegeven moment, je gaat toch kijken in familiebronnen, et cetera, na jaren eigenlijk moeilijk contact met je familie te hebben gehad. En eigenlijk ben ik gaan zoeken puur op het feit van, hoe zit onze familiegeschiedenis in elkaar? En ik ben eigenlijk op zoek gegaan zo van, naar het onbekende. En ik ben eigenlijk begonnen bij het graf van mijn opa en mijn oma. Want daar stond nog keur netjes op vermeld, zo van, oké, wanneer die overleden was. Ja. Nou, omdat je Sliedrecht natuurlijk je roots liggen, was het heel makkelijk natuurlijk het overstapje naar het Sliedrechtse Baggermuseum. Ja. En juist bij het Sliedrechtse Baggermuseum heb ik eigenlijk navraag gedaan. En eigenlijk was ik niet zoiets van, hier krijg ik veel reactie van. En, maar daar vergist ik me behoorlijk in. Dat had nog, duurde eigenlijk een paar uur en ik werd teruggebeld eigenlijk door nog echt oudgedienden uit het baggerbedrijf. Die zeggen, we hebben nog met je open gewerkt. Dus dat is natuurlijk die eerste aandacht. Ja, dat is wel leuk. Dat is hartstikke leuk om te horen natuurlijk. Toen dacht ik van, ik wist niet eens de naam van de baggermolen. Althans, het is niet eens een baggermolen, het is een kutterzuiger. Ja. Dus ik ben een beetje daarop met behulp van het Sliedrechtse Museum op zoek gegaan naar die geschiedenis. Want eigenlijk, als je gaat kijken naar de zandzuigers uit die tijdperiode, daar staat een fantastisch model in het Sliedrechtse Museum, bijvoorbeeld van de Queen of Holland, die eigenlijk samen met de Lake Fitchen daar in Calcutta... Ja, die lag even bij de boven. Die lag een stukje verder. En die moest waarlijk daar lagen. Ja. Ja, dat was de bedoeling. Precies. En als je daar de geschiedenis gaat navragen, dan kunnen ze je prima daar iets over vertellen. Maar ja, goed... Liever de geschiedenis van de Lake Fitchen snijden ze eigenlijk niet aan. Ja, dat ging Donder zijn laadje. Laat ik zo zeggen, voor de Sliedrechtse gemeenschap leeft het nog klaarblijkelijk nog steeds. Maar daar had ik te weinig feeling mee. Dus ik ben op zo eigenlijk op zoek gegaan. En uiteindelijk kom je van het een naar het ander. En dan in mijn zoektocht, wat meneer van Duin net vertelde, een van de mensen die voortijdig over of daarom het leven is gekomen, was bijvoorbeeld Jos van der Starre. En Jos van der Starre was dus de man die eigenlijk de laatste avond... eigenlijk daar op de baggermolen zat
En die zou naar het huis toe komen. Nou, eigenlijk via het internet ben ik in contact gekomen met, nog de, met zijn overlevende dochter. En die was eigenlijk ook op zoek. En ja, die liep eigenlijk overal tegenaan. En van haar heb ik uiteindelijk heel veel informatie gekregen. Ja. En daar stond een lijst met namen van mensen die overleden waren, waaronder mijn opa. En een lijst met overlevenden. En er stond één naam op, J.H. van Duin. Ja. Nou, ik denk, je kunt het nooit, hè, je moet het altijd proberen en laat staan, ja, iemand uit Katwijk, maar wat is je kans? Ja. Dat weet je niet. Ja, dat weet je nooit. Dus ik pak gewoon de telefoonboek erbij. Ik ga zoeken en ik vind twee J.H. van Duins. Dus ik denk van, ik pak de telefoon op en ik ga bellen. Ja. En dat was ergens in de middag. En de eerste gesprek met een persoon, ja, dat was eigenlijk lachwekkend. Want ja, dat was een relatief een vrij jonge man. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk niks. Dat ging niet. En ik denk, nou, de kans dat dit raak is, dat is twee kansen. Ja. Wat je trefkans. En ja, met laatste heb ik heel voorzichtig gevraagd of aan meneer Van Duin zoiets. Van, ben je heel toevallig betrokken geweest bij een ongeval in 1960. En het bleef eigenlijk even stil. En toen op een gegeven moment was het antwoord ja. Ik denk, wat? En dat is natuurlijk opmerkelijk. Zoiets ja. Van, ja, dat geloof je in eerste instantie. Dat was ook een verrassing natuurlijk. Het was een verrassing. En ik denk dat voor meneer Van Duin net zo'n verrassing was als het voor mij was. En ik hoefde alleen mijn naam te noemen. Ik zeg, ja, ik ben de kleinzoon van A.C. van Vliet. En hij noemde gelijk Bram. Ja. Ja, het is heel toevallig ook mijn naam. Ik ben naam vernoemd. En zo is het eigenlijk gekomen. En, ik twijfelde eigenlijk. Want... Ja. Ja, maar ja, ik denk, ja, hij vraagt, ik bied het niet aan, hij vraagt, dus ik denk, dan kan ik wel praten. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk, dat ligt gewoon onder vreemd eigenlijk. Ja. Je hebt er jaren niet over gesproken eigenlijk. Dan moet er gepraat worden. Ja. Ik denk, ja, ik zeg tegen hem, ja, dat wordt, ik denk, vooruit, dan gaat hij. Ja. En zodoende is dat gesprek, ik denk, ja, maar omdat er meer vragen zijn, ik denk, en toen zag ik jou op... op school een keer. De luisterers. Ja. En toen denk ik, nou, laat ik het maar eens vragen aan hem. En dan had ik net een gesprek met hem gehad. En we hebben dat een beetje verder uitgewerkt eigenlijk. Zodat, ja, dan moeten we maar eens een keer een verhaal erover opzetten eigenlijk. Ja. En dit is natuurlijk ook mede de bedoeling dat we dan ook van een keer voor een wat open van zaken. Ja. Er is niet zo heel veel in die zin van aan gegevens. Ja. Er is wel een verhaal, maar... Voor de rest niks. Ja, oorzaken en gevolgen, daar hoeven we niet over te praten, want daar wordt niemand mijn leven van. Nee, dat is zo. Nee, maar had jij er nooit wat van overhouden? Dat je bijvoorbeeld s'nachts af en toe, aardig onrustig sliep en al die poe... Af en toe gaat hij nog wel eens om. De hele tijd gaat het vlak na het ongeluk dat het frequent ging. Ja. Ja, en de spieren waren vlak na het ongeluk waren de spieren erg verkrampt. Bijvoorbeeld, ja. Je had je stevig vastgehouden natuurlijk, ja. Zonder dat je er erg aan had. Maar al mijn spieren deden ze bijvoorbeeld, dat heeft weken geduurd. Maar af en, ja, thuis als af en toe, dan ging je nog wel eens een keertje om. Dan zei ik, nou ja, dan werd ik 's morgens wakker en dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik, we moeten weer verder vandaag. Ja. Want ja, toen ik bij die bijkorf werkte, ben ik getrouwd, ik heb ook kinderen gekregen. En dan moet het leven, dan moet de boterham verdiend worden. Ja. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt, dus ik moet, ja. Ja. We moeten verder. Ja. En ik wilde best wel eens over praten. Maar om nou iedere keer een verhaal te moeten herhalen en dan iedere keer dan met een bevend lipje te krijgen. Daar zit ik ook niet op te wachten, eerlijk gezegd. Ja. Maar het doet je altijd wel wat, ja. 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 Soms heel veel, maar... Dat hoor je wel van mij, maar ze die in de oorlog gevaren hebben. Ja. En wij hadden ook een stuurman. En die man die moet je nooit porren. Je gewoon even een tik door de deur aan en dan was eruit. Ja. Jongens, doet dat nooit, zodat hij de vliegende ijstrot. Ja, je reageert altijd vrij schits, om zo te zeggen, zo wij dat noemen. Ja. Niet, ja, je bent altijd op meer of meer in je onderbewustzijn. Het zijn eigenlijk reflexen die je produceert. Ja. Dus dat, ja, dat blijft. Maar het wordt vaak, tegen de morgen bijvoorbeeld, een dagje in een beetje beroerd te slapen. Tegen de morgen val je niet slapen. Dan gaat de molen malen eigenlijk. Ja. Hè,
Maar dat is niet, laten we zeggen, dat ik er nou helemaal mee ben, hoor, of zo. Ik bedoel, ik heb er altijd heel goed mee omgaan. Ja, dat scheelt al een stuk natuurlijk. Ja. Ja, ik kan er weer omgaan. En, je hebt er ook bij, die zitten misschien ergens anders. Ja, je moet... Een inrichting of zo. Die, ja, je moet, net wat ik net al zei, je moet een soort flegmatiek wezen. Hè? Ja. Een bepaalde nonchalance. En soms zeggen ze wat als je bent lui of je bent dit. Dan denk ik, ja, maar lui zijn, dat heeft mijn hele leven al achtervolgd. Dat heb ik ook wel eens een keer voordeel opgeleverd. Ja. Dus dan moet je maar, dan moet je dat maar op de koop toenemen. Ja, je moet gewoon de knop omdraaien. Ja, tuurlijk. Wegwezen. Ja, we zaten nog steeds bij het onderwijs. En hoe minder kinderen, hoe beter we ze konden leren. Ja, hoe intelligenter ze worden. Ja, ja, dat geloof je natuurlijk zelf niet. Ja, of wel? Dat weet ik ook niet. Nee, nou, ik bedoel, dat blijkt, die scholen die... net zo goed als dat iemand zegt van... hoeveel leerlingen komen er bij jou van de lagere school af die naar het VWO gaan? Dan hebben ze altijd een groot getal. Dan zeggen ze, dat is een goede school. Ja. Dat kan ik niet meer uit de voeten. Nee. In school staat, er valt met de man voor de klas. Of jij makkelijk ijsvrij kan krijgen of makkelijk een paar dagen vrij kan krijgen. Als dat een goede school is, dan lust ik hem nog wel. Ja. Een goede school is, ja, dat moet je meten aan de prestaties achteraf eigenlijk. Ja. Eigenlijk zou je een staatsexamen moeten doen. Het is een neutrale commissie waar iedereen de persoon apart beoordeelt. Tegenwoordig hebben we CITO-toetsen. Dat hadden wij vroeger ook niet. Nee, maar CITO-toetsen, ja, ik bedoel, daar kan ik je ook op trainen. Ja. Als ik jou 6 CITO-toetsen laat maken, die gooi ik weg. En ik neem de 7e CITO-toets en ik zeg, ziezo, dat is de nieuwe van dit jaar. Die moet je even maken. Dan is die veel beter getraind als iemand dat je zegt van, kom, ga jij er even zitten? Je hebt nog nooit een CITO-toets gezien, ga jij hem even maken? Ja. Dus ik bedoel, dat is ook... Hoe was jouw discipline op school? Hoe was jij streng of was jij nou de man van ze luisteren nemen, ik heb weinig problemen? Nou ja, dat is natuurlijk een kwestie van, als ik nou eens bij de Chinees binnenstap, dan zitten de afhaal Chinees, dan zitten er een stuk of wat mensen, dan zitten er 2 oud-leerlingen tussen. Ik ken die gasten niet, want er zijn erbij die hebben zo'n baard. Ja, dat en de anderen ook met hebben een hele snor. Kale kop met een snor. En ik wil, aan meneer Van Duin, zeggen ze dan. En denk ik, ja, je moet me eerst eens vertellen wie je dan bent. Ja. Er is er een bij die zegt, nou, hij zegt, ik gebruik nog dagelijks, als ik bezig ben in mijn werk, en dan denk ik, dat vertelde die man zo. Hij zegt, maar wat er in het boek stond, daar weet ik niks van. Daar kan ik me niks van herinneren. Hij zei, maar die verhalen die waren prima. Nou, dan kom ik bij in een winkel, doe het zelf zaak. Er loopt ook een oud-leerling van me. Dan zeg ik, joh, jongen, maar even, hoe moet dat? Dan zegt hij, hé, zie je, je weet, ik behandelde altijd onderwerpen. Ja. Hè, dus ik wist er aardig wel van, maar ik wist niet alles. Kijk, als je natuurlijk ervan uitgaat dat je de alwetende bent, ja, dan is het slecht natuurlijk, ja, als je 1 keer een foutje maakt. Ja. Maar als je zegt, ik behandel een onderwerp en we doen dat gezellig. Ja, je moet dan wel zorgen dat ik mijn draai kan maken natuurlijk. Ja. Kijk, als je dan vervelend bent, ja, dan heb je een bepaald waarschuwingsmaniertje natuurlijk. Ja. En er zijn altijd van die spelletjes om dat af te leren. Ja. Want ik ben natuurlijk te groot en te oud geworden om het door zo'n ventje van de jaren 15 te laten treiten. Ja, dat zou ik ook niet doen. Dat doen we niet. Hè? Nee. Dat, die tijd die was te vroeger niet. Ja, ja, en die mag er nou niet komen in ieder geval. Mag, ja, en dat is zo. Ja. Mag ik jullie hartelijk bedanken dat jullie op de tafel zitten hebben. En dan bij ons op de tafel zat. Ja, van de rest van me. En Bram van Vliet links van me. En dames en heren, dit was RTV Maritiem. En ik wens jullie allemaal het beste. Dag! Ja.